Dus dat volgt de mat. We gaan dat benutten. De vorige keer waren we met het dansprogramma bezig. Maar dat is een aanslag. Voor jou is de eerste komende examen is derde Q, hè? Ja. Dat is ook een hele mooie. Dus we kunnen al even kijken naar al die technieken die daarin zitten. Sorry? Voor jou is gewoon aanhaken en meegenieten. Ja. Misschien wel leuk om te doen. Dus, de derde Q is natuurlijk ook een overgang, hè? Van de zesde Q is natuurlijk al in statisch, kota. En de vijfde en vierde is kota en jintai. Dus dan heb je in stapjes, maar ook stapjes zonder stoppen. Maar eigenlijk de derde Q is het meer het gevorderde niveau begin. Dan is het alleen maar hier daar. Het is eigenlijk alleen bewegen, dus het is om dat daarin mee te nemen. Ik zeg het nog een keer extra, want je zult straks zien dat je bent zo getraind met je vorige levels, met stoppen en stapjes. Dus dat is ook niet in één keer weg, maar we gaan toch wel steeds meer stimuleren dat het vloeiend gaat worden met ritme, versnelling, vertraging. Het is een mooi element wat erin komt. Ja, we gaan eens even zitten. Hey, we kunnen mooi met z'n allen ook meetellen. En eigenlijk daar zit ook wel een ritme in. Hè? Dus vanuit je tanden gaat je kie omhoog en dan eigenlijk oneindig die kant op. Dus vanuit, je kan zeggen vanuit oneindig niks. Bouwt er iets op en dan krijgt het heel veel versnelling en dan eindigt het weer in oneindigheid. Het is net als je op een soundbowl, zeg maar, zo'n klankschaal. Dus niks. Maar uit het niks komt dus geluid. En uiteindelijk ebt dat ook weer zo weg. Dus er zit oneindigheid aan twee kanten. En dat geeft ook een soort ritme. Dus als ik zo doe, iets. Het is meer machineachtig. Het is een zuiger in een motor, hè? Die drukkast gaat zo en dan die zuiger zo. Er zit ook een soort dynamiek in, maar het is anders. Een mens kan echt iets toevoegen, die leegte, die vanuit die oneindigheid kan je iets. Ja, dan kan je het een beetje toevoegen. Misschien om dat nou elke tel precies zo te doen, maar toch hebben we genoeg tellen tijdens de hele beginoefening. Iets, niets, dan zie je heel wat aan tellen. Dus je hebt wel veel moment om mee te spelen eigenlijk. Maar probeer het maar eens. Dus eerst meer als een soort machine. Dus je denkt, oh ja, de theorie is vanuit mijn buik omhoog, uit mijn mond oneindigheid. En als je dan een soort machine gaat, zo iets. Doe maar eens zo, ja. Iets. Ja, maar goed. Ik ben een robot, hè. Dus ben je machine geworden. En dan kijk je of je het kan laten aanswellen. Dus je ademt ook in zo. In je buik. Je voelt het kom. Net als een golf die aanswelt. En dan. Iets. En dan die stilte ook zo daarna. Dus doe maar een paar keer in je eigen ritme. Dat je een beetje misspeelt. Iets.
Niets! Niets! Verschil? Is er iets van verschil? Van hoe je je daarvoor voelt en hoe je je nu voelt? Alleen door te tellen? Meer geaard. Meer geaard, ja. Aanwezig. Aanwezig. Ja, dat is. Wat zou je als eerste te binnen zijn geschoten? Ja, hier en nu. Ja, precies. Ik voel ook dat mijn gedachten veel kalmer zijn. Het is als een soort lichtzwaard, doorklief je alle onzuiverheden. Dus eigenlijk alles wordt verzameld. Alles wat er maar is, alles wat ik heb, al mijn onzuiverheden, al mijn spanning, weet ik wat gedachten. En vanuit daar is het één, reach! En in één keer, boah, een soort schoning is er zeg maar bezig, een soort misogie. En ik doe ook dit soort oefeningen daarin. Ja, mooi. Dus dan merk je alleen al dat tellen. Dus als je dat nou toevoegt tijdens de beginoefening, dan heb je mooi dat extra effect erbij. Zou dat ook kunnen in de beweging als ik zo doe? Zou ik daar ook zoiets van kunnen toevoegen? Ja, je zit natuurlijk in het ritme. Mm-hmm. Dat maakt de start wel goed te doen. Maar die oneindigheid, ja, dan ben je eigenlijk. Ik ga nog door, maar dan ga je alweer op een andere beweging. Dus dat is qua tijdsduur is dat een korter moment. Ja. En het gevoel dat je naar voren uitstoot, energie. Mm-hmm. Met oefeningen kan je alle kanten op. Ja. Precies, dus dat is wel belangrijk. Bijvoorbeeld, daarom is het echt zo. Iets. Nee. Iets. Nee. Iets. Nee. Iets. Nee. Iets, nee, sa, she. Er zit wel steeds een richting in aan het eind. Dus op zich zei je, oh ja, dit is de standaard richting, maar het kan alle kanten op. Dus dat is een goede. Die tijdsduur, dat klopt. Op zich de snelheid van licht, hè. Je hebt ook wel eens de uitspraak van lichtsnelheid, hè. Dus het gebeurt hier en nu. Dus eigenlijk hoe snel zit je in oneindigheid? Het kan ook zo zijn van iets, en dan probeer je echt nu naar oneindigheid te gaan, zeg maar. Ja. Het is gewoon, het licht is, sensei was gezegd, stel je voor, je hebt een donkere kamer met gordijnen en de zon schijnt, maar het is gewoon allemaal verduisterd. Op het moment dat je het gordijn open doet, zo snel als dat licht komt, dat is eigenlijk de snelheid. Maar ik heb het zelf ook, als je gewoon rust en de tijd, en dat is een heel ander effect en dat is ook oefening. In principe kan je elke keer iets, nee, san, she. Maar dat is allemaal mogelijkheden in een heel groot spectrum van mogelijkheden. Maar je snapt wel wat ik bedoel. En dus eigenlijk als ik als een machine zou bewegen, doe maar eens. Dus dit is een machine zo, wat we net gingen tellen. Iets, nee, san, she, go, lock, iets. Ja, kijk. Een soort zuiver inderdaad. Ja. En als ik zo kijk, denk ik, nou, het ziet er best wel strak uit. Dus je kan best wel de halve wereld voor de gek houden. Nou, wij kunnen wel goed eigenlijk wow, wow. Machine-wise, technisch-wise, nou,
netjes. Maar we willen iets toevoegen waardoor je dat aspect erin gaat krijgen, dat het echt Aikido wordt. En dan krijg je dus meer, het is ook dat aanswellen en dan ich, nee, san, she. Dus in de beweging zit het ook. Ooit was Bill die zei, Bill Stoelman die zei van, volgens mij zei hij dat je wijst oneindig daar. Er komt een Formule 1 wagen aan en dan doe je eigenlijk precies hetzelfde. Dus je hebt hier een stuk waar het super snel beweegt, maar hier ben je al eigenlijk oneindig aan het wijzen. Dan wijs je zoom, 350 komt die voorbij. Zoom, en dan gaat die door, dus dan wijs je weer door naar oneindigheid. En dat is anders dan zo. Tjit, 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 ruimte wissen. Wijs. Je ziet het ook in mijn beweging. Ja, dus doe maar eens. Dus je wijst hoe je dat doet. En je wijst één kant op. Kom maar stop aan, rechterstuk. Francochamp waarschijnlijk. Dus die gaat echt vol gas, 350. En dan wijs, vlieg je bij en je wijst erna. Gaat hier. Yes. Doe maar een paar keer om dat gevoel te hebben. Dus extend key. Extend key. Andere kant op. En nou, toen was je hem kwijt, hè? Je ging zo. Dan is hij al daar, hè? Dus het is echt gaat. Lichtsnelheid. Dus het gordijn gaat open en het licht gaat net zo snel op. Yes, oh ja. Ja. Nou, het lichtsnelheid dan een stuk sneller dan 350. Oké, ik zeg maar. Dat zou mooi zijn als je die kan pakken. Pak je ja. Iemand weet dat vast, en anders moet even rekenen hoe snel is het licht. Maar dat is. 350 km per seconde. Nou, hier, kijk, het is zo snel. Ja. Dus daar gaan we, hè? Wanneer is 300 per seconde? Ja. Zo snel wijzen. Er komt de volgende. Ja, laten we maar één lichtbeeldje volgen en vanaf de zon hier naartoe. Toch doet hij nog best lang over dan om van de zon hier te komen met die snelheid. Maar oké. Dan pakken we wel van. Zit meer over de afstand van hier naar de zon dan ja, precies. Over de snelheid, ja. Maar het gaat om dat gevoel. Voel je dat? Oneindigheid, extensie. Ik sta hier niks te doen, ik sta te wijzen naar de oneindigheid. En ik wijs er nog steeds naar, dus ik ben gewoon verbonden met dat punt. Het is eigenlijk net hetzelfde, kijk, als je komt met Monatsky en je doet gewoon supersnel, dus staat niks komt supersnel. Ik ga naar die snelheid. Het voelt super zacht, zeg maar, er is geen botsing, zeg maar. Dan zou ik het zo hebben, dus hij komt, wijs word ik overvallen, dan probeer ik iets mee te doen. Nee, ik ben, kijk, hij is daar al. En nou ben ik daarin mee aan het gaan. Het is gewoon kalm, maar ik ben precies mee aan het gaan. En dat is cool, maar is als jij komt en dan gewoon een goede stoot. Dan gaan we mee en gaan niet sneller. Dat verbindt gewoon aan mij. Ik ben aan het oefenen. Het is niet zo van, jij komt aan en er is geen verbinding. En oh, komt het uit, dan moet je iets gaan doen. Zeg maar. Nee. Zie jouw kie, die komt al. Ik ben gewoon daar. Ik kan het meteen niet weten, dat voel jij ook al. Ja, dat voel je ook heel makkelijk. Ja. En dus als jij komt, je maakt het zo. De verbinding is gewoon heel gelijkmatig, heel zacht. En als je komt, dan is dat zo dat het overkomt. Dan moet je iets mee gaan doen. Ben je klaar? Ja. Dus ik ben dan onder jou en ik ben helemaal in verbinding. Ik kan zo meteen iets mee gaan doen. Een beetje de toepasbaarheid, hè? Dat we niet alleen naar Max Verstappen zitten te wijzen. Maar je kunt wel even oefenen, waar ze toch bezig zijn. Iets kan je dat zo niet doen, maar doe het eens met een stoot, zo met elkaar, wat ik dus net deed. Dus ik met zijn partner. Wat is het andere? Wat merk je van? Ja, zo. We wisselen steeds naar kennis. Dat is de andere kant. Ja,
zal iemand dit gaan doen om wat te gaan doen, hij is echt dat aansluiten. Yes. Ik denk dat het wel duidelijk was, hij sprak voor zich toch? Joem! Ja, precies. Oké, nou. Uit de lijn. Voelt goed. Ja, ik gevoel. Je hoeft niet te blokken en te vechten. Dus dat krijgen we ook hierin. Dus, Iets. Nee. Probeer maar eens voor jezelf een paar keer het aanswellen. Iets. En dat gevoel zo. Nu maar een paar keer in je eigen ritme. Iets. Nee. San. Shi. Ho. Rok. Shich. Hach. Ni. Ni. San. Shi. Ho. Rok. Shich. Hach. Gaan we met z'n allen. Dus nou, lekker meetellen. Gaan we de hele serie lang. Gaan we. Iets. Nee. San. Shi. Ho. Rock, shish, hash, ni, ni, sun, she, bo, rock, shish, hash, itch, ni, sun, she, bo, rock, shish, hash, ni, ni, sun, she, bo, rock, shish, hash, itch, ni, sun, she, No, no, six, hatch, knee, knee, son, she, no, no, six, hatch, itch, knee, son, she, no, no, six, hatch, knee, knee, son, she, no, no, six, hatch, itch, Me, son, she, go, no, she's, hush, me, me, son, she, go, no, she's, hush, it's, me, son, she, go, no, she's, hush, me, me, son, she, go, no, she's, Hatch, itch, me, son, she, go, rock, shitch, hatch, me, son, she, go, rock, shitch, hatch, itch, me, son, she, go, rock, shitch, hatch, me, son, she, Go, rock, shitch, hatch, itch, me, son, she, go, rock, shitch, hatch, me, son, she, go, rock, shitch, hatch, itch, me, son, she, go, rock, shitch, hatch, Me, me, son, she, go, rock, shitch, hatch, itch, me, son, she, go, rock, shitch, hatch, me, son, she, go, rock, shitch, hatch, itch, me, son, she, go, Rock, shitch, hatch, me, son, she, go, rock, shitch, hatch. Het hier is eigenlijk alleen zo even op en neer en de hele lichaam is ontspannen, dat we alles losjes zijn ontspannen. Yes.
telt niet meer, maar dus het gevoel is nog steeds. Dus de ki is er nog steeds, je intentie, het aanswellen, inzetten. Hetzelfde naar voren, zodat je het dan hebt. Van het school. Iets. Ja, is hetzelfde. Gaan. Iets. Nee. San. Shi. Wo. 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 Ich, ni, san, shi, 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 wo. Ich, ni. Sam, Shi, Wo. Ich, ni, san, shi, wo. Ich, ni, san, shi, wo. Ich, ni, san, shi, wo. Je kan het ook helemaal in iets. Zeker bij het opstaan. De knie is een hele sterke.
sterke intentie. Dus als je dat laat zien zo. Iets. Nee. Dat is eigenlijk zoveel kie met jou. Iets. Hij is toen nog gewoon zitten. Gaan we. Iets. Nee. Iets. Nee. Iets. Nee. Sam. Chill. Iets. Nee. Iets. Nee. Iets. Nee. Sam. Chill. Iets. Nee. Iets. Nee. Iets. Nee. Sam. Chill. Iets. Nee. Iets. Nee. Iets. Nee. Sam. Schreef. Iets. Nee. Sam. Schreef. Iets. Nee. Sam. Schreef. Iets. Nee. Sam. Schreef. Bo. Rock. Schreef. Hats. Iets. Nee. Sam. She, it's, ne, some, she, it's, ne, some, she, bo, ro, chis, hatch, it's, ne, some, she, it's, ne, some, she, it's, ne, some, she, bo, ro, six, hash, each, ne, some, she, each, ne, some, she, each, ne, some, she, go, rock, six, hash. Each, ne, it's me, it's me, some shit, it's me, it's me, it's me, some shit, it's me, it's me, it's me, some shit, it's me, it's me, it's me, some, she, it's, me, some, she, it's, me, some, she, it's, me, some, she, no, no, she's, hatch, it's, me, some, she, ro, ro, six, hatch, each, me, some, she, ro, ro, six, hatch, each, me, some, she, ro, ro, six, hatch, each, me, some, she, no, pro, six, hatch, each, me, some, she, each, me, some, she, each, me, sam, she, go, ro, six, hatch, each, me, sam, she,
iets, niet, zo, zie, iets, niet, zo, zie, ro, ro, zit, hart, iets, niet, zo, zie, iets, niet, zo, zie, iets, niet, zo, zie, go, ro, zit, hart, iets, niet, zo, zie, iets, niet, zo, zie, iets, niet, zo, zie, go, ro, zit, hart, iets, niet, iets, niet, iets, niet, zand, zit, iets, niet, iets, niet, iets, niet, zand, zit, iets, niet, iets, niet, iets, niet, zand, zit, iets, niet, zand, zit, iets, niet, zand, zit, iets, niet, zand, zit, go, ro, zit, hart, iets, niet, zand, zit, iets, niet, zand, zit, iets, niet, zand, zit, go, ro, zit, hart, iets, niet, zand, zit, iets, niet, zand, zit, iets, niet, zand, zit, go, ro, zit, hart, iets, niet, zand, zit, iets, niet, zand, zit, iets, niet, zand, zit, go, ro, zit, hart, iets, niet, zand, zit, iets, niet, zand, zit, iets, niet, zand, zit, go, ro, zit, hart, vergelijk nu eens hoe het voelt, hoe je nu voelt, je lichaam, geest, vergeleken met voor de oefening. Valt je op en heb je echt serieus even de tijd genomen om geen oefeningen te doen? Wat is het verschil met voor en na? Ja, te veel met oefeningen bezig.
de uitvoering. Ja, goed. Dus dat je hebt niet de volledige concentratie op het resultaat. Nee, snap ik. Het is echt de techniek, hè? Hoe beweeg ik, wat doe ik. Snap ik, ja. Ja, de lichaam is actief. Voel je er ook een AP-stroom, zeg maar. Ja. Ik dacht, het is nog voller dan daarnet. Daarnet was vol qua bewustzijn en nu is het lichaam, daar straalt het nu meer doorheen of zo. Dus, ja. Niet alleen niet, maar echt dat alle cellen straalt het best van, ja, ja, goed dat wel. Alert, levendig, wakker, vitaal. En dan is het voor energie ook wel heel rustig geworden. Ja, ja. Nou, ik ben met andere bewegingen te bezig. Toen begon het eigenlijk al een beetje. Ja. Het blijft wel lastig te tellen. En dan ook nog de bewegingen dat technisch goed te doen. Ja. Misschien meer met ontspanning te maken en meer vanuit die. Gewoon vaker en doen. Ja. Steeds makkelijker. Ja. Sluit het zelf. Als je eerst even waarschuwen dat je het gaat doen. Ja. Maar mooi hè, aan die kanten. Geest is gewoon een dead center. Het is gewoon. Martial eyes, het is gewoon, ik ga erop richten en ben ik daar ook. Ja. Het is echt, ik voel dit echt als onderhoud ook voor mezelf. In je dagelijks leven weer toch heel snel, dit. Nu is het gewoon, nee. Het is het gewoon, lekker. Nou mooi, kunnen we dat weer kwijtraken, anders gaan we allemaal dingen doen en lezen. Nou ja, dus, laat het voor zo'n voortzetten, dan kunnen we ermee werken. Mooi, en een van de dingen om mee te werken is rollen. Als je het even op zijn kop wil zetten, letterlijk, dan is zeker rollen. En kijk eens wat je ermee kan. Zie je ook zo'n hele steen liggen op de keel van die borden als je het zo langs draait. Dus even op boven ligt zo'n grote rots. Volgens mij is dat een beetje Iwanomie, wat Piet was uitlegd ook van Sensei. Dus eigenlijk, die steen is immovable. Maar stel je voor, die ligt daar boven op die rots heel hoog. En op een bepaald moment is het er allerlei effecten omheen. Zwaartekracht eraan, een stukje erosie, een stukje slijt. En opeens is het moment dat alles bij elkaar kwam dat die los kwam. Maar nog steeds is die zwaarte, is gewoon onbewegelijk, zeg maar. Die steen gaat niet iets doen. Maar die komt wel in een soort omstandigheid terecht waarin er allerlei effecten op hem van toepassing zijn. Dus die ligt ook stil. En op een bepaald moment, wat gaan we dan zien als hij begint? Is het vanuit niks? Gaat het zo opstarten? Ik kan het wel een beetje inzien, hè. Dus hij zegt niks, dus je ziet, voelt het opbouwen, misschien hoor je ook. En je weet toch wel. De omgeving gaat mee. Maar ja, wat denk je aan? De stenen die ermee liggen. Ja, ja, goed. Klopt er niet ligt. Die gaan dan een beetje zo. Nee, zijn dat wel kleine steentjes? Ja, precies. Dus het begint al. Het zwelt al aan. Nee, je weet hoe. De golf gaat al omhoog, zeg maar, voordat die klopt. En dan zal hij ook in een versnel situatie komen, dus vanuit stilstand bouwt het op en ineens, als hij gaat vallen, zit er ook een versnelling in. Hij zal nog een paar keer landen, het is niet als een parachutesprong of een vrije val, dat hij gewoon optimaal kan versnellen, maar
toch zit dat, dat zit er wel in. Hij zal gaan versnellen en steeds sneller gaan. Ja. En dan aan het eind, dan komt hij weer op zo'n gebied, dan rolt nog even en dan ligt hij wel stil, maar je voelt gewoon dat dat vibratie, wat we net voelden eigenlijk, dat levendig alerten. Je voelt wel dat er serieus wat gebeurd is en iedereen staat ook wel te trillen, denk ik daarna, ligt hoe dichtbij je was. Hè, maar een beetje hetzelfde, dus we zijn gewoon zelf daar onderaan invloed. Terwijl de steen daarin niks verandert en dat zou mooi zijn dat ons gewicht aan de onderkant blijft. Dat er een kalmte en gecentreerdheid is. Die steen denkt niet erbij zo, oh wat gaat er gebeuren, komt het wel goed. Gek voorbeeld, maar ja. Die gaat gewoon. Het is de tijd, ga ik wel en lig ik daar. En lig ik daar en geen gedachten. Dus een immovable mind ook erbij. Dus ik heb wel allerlei testen zouden kunnen doen om dat zeg maar te testen ook wat het is. En dan als je dan nog getest wordt, zal je zien als er nog die extensie is, als je nog nawijst dat je stabiel blijft. Maar als je gewoon stopt met wijzen en dan probeer je op die test te reageren, is iets heel anders. Je snapt wat ik bedoel denk ik. Zolang ik dat gevoel heb, ben ik gewoon in de juiste staat. Dat kunnen we best wel doen met deze oefening. Zo. Iets. Nee. Toevallig de eerste techniek van de derde keer met samen. Heel toevallig. Ja, maar dan kan je dat erin brengen. Dus als je zo staat. Kijk, we kunnen ook zo doen. Nou, we gaan staan en zo. We zijn hier. Oh ja. Dan lijkt het er best wel op, maar laten we proberen iets toe te voegen, zeg maar. Dus een aantal elementen waardoor het verandert de performance, maar ook omdat je het je doet vanuit een andere intentie. Dus hier, contact, dan ben ik het aan het creëren. En dan stel ik gewoon mee, ik wil niet zeggen dat het precies zo moet, maar je ziet, het zwelt aan, je voelt ook wel iets gebeuren. Steeds een piep en dan wordt het wel mensen zo uit elkaar. Dan ja, probeer ik dat wat we net hebben gedaan. Iets. Nee. Dat wil daarin te brengen. Dus misschien even samen dan, als we die dingen kunnen doen, we staan zo. Het eerste is dat je omhoog gaat staan en dan sta je zo. Dus doe maar aan. Nog een keer. Iets. Nou met aanswellen. Dus doe wel. Inademen naar je tanden en. Iets. Eindig omhoog. Nou ben ik op de as van de ander gericht. Volgende stukje. Draai ik nog met mijn voorstoel draai ik in, hè, zodat ik dat kan doen. En dan. En dan val ik naar mijn hoofd. Yes. Nog een keer een stukje. Kijk eens waar naar mij. Dus. Dus vanuit hier draai je om en je zwaait je arm eigenlijk als een arm zwaait gewoon weer omhoog. Omhoog. En dan vallen we naar de handen. Dus, okay. Dus, en dan bij elkaar. En dan tel je mag ook meedoen. Dus. Iets. Nee. Iets. Nee. Iets. Nee. Zegt de arm zwaar. Iets. Nee. Nou, en heel die andere ook doen, hè? Ja. Ja, dat klopt. Iets. Nee. Ja, dan doen we de andere kant. Iets. Nee. Okay.
Is. Niet. Het helpt ook als je zo, als je gaat, dus ook. Is. Het is echt super gecentreerd. Ik ben gewoon. Ik moet niet helemaal aardig vinden. Als ik zo zou gaan, zo. Is. Het gaat een beetje daar en daar naartoe. Het is naar boven. Is. Mag je naar boven? Nee. Dat geeft mij een hele mooie gecentreerdheid. Dus een mooie leiding overricht naar de hoeken. Zo'n sleutel in het spoor. Is. Niet. Yes. En nou doen we gewoon allebei. Even later. Rechts. Is. Nee. Terug. Zand. Schiet. Is. Nee. Zand. Schiet. Is. Nee. Zand. Schiet. Boog. Rock. Schiet. Arts. Zo kun je eigenlijk die dynamiek. Dus niet door snel te gaan bewegen om dan zo dynamiek te maken. Dat is meestal een valkuil waar we allemaal aan invallen. Maar dit is dynamiek, dus hij komt aan. Hier. Hier. Je hebt alleen met de verbinding, je hebt niet eens mee te gaan. Dat voel je, joh, mee in mij. Eigenlijk ga je gewoon dead center op mij zitten. Ja, want net zat je niet op mij, maar ging je dat proberen te volgen, zeg maar. Het enige wat ik doe als ik naar jou toe ga, ik zit op jouw centrum. En dat voelt je. Ja? Ja, als ik op jouw arm ga zitten. Voel je het ook? Ja, dat is een reeks, zeg maar. Ja. Super veel moeite. Ik zit niet hier, maar ik ga er steeds omheen. Ik wil jouw centrum hebben. Dus jij mij ook. Ik pak mijn centrum vast. Dus, ja, nou ben je hier. Als je naar mijn arm duikt, dan moet je het nog niet helemaal hebben. Als je naar mijn arm duikt, hier is het anders. Ja, en dan ga je in de achtbaan. Ik zit gewoon hier. Dan zie je heel dynamisch, maar ja, het is niet statisch, want de kota is dit. Ja. Junta is hetzelfde zonder te stoppen. Daar. Dus het verandert ook een beetje de beweging, maar je snapt niet wat kan wat zien. Dus Rita, ja. Ik sta de koos door die koekje na.
veel dichter ben ik daar in plaats van daar. Ik ben niet bezig, dus ik ben het wel.
Jouw centrum naar het centrum van de ander. En jouw vingers zijn al in de richting waar je straks naartoe gaat. Dus het is niet zo iets. Iets. Zeg vanuit je, meer vanuit je pols. Maar ja, ik verlaag mijn elleboog, ik verlaag mijn schouder, ik voel mijn centrum voor mijn voet. Iets. Iets. Dus jij komt vol aanvallen. Zeg iets. Dat komt aan en je verwacht het niet, want je denkt, ik kom gewoon vol gas staan en dan komt die vol gas naar je toe. Ja. Zonder conflict of botsing, maar die kier verstoort die wel. En op het moment dat je contact hebt, dan gaat hij precies met jou mee. Dus dan, de hand is eigenlijk zo, als jij komt. Iets. Ik ga gewoon met jou mee. Precies wat we net al hadden. En dan ging een ander kant mee. Maar je zult wel hem verstoren in het centrum van Geert. Iets. Ik voel via super zacht, als dat hier een soort kussentje aanloopt. Maar er is wel een verstoring, dus echt, oh, er was iets in mijn pad gelegd. Ja, je hebt niet meer je kracht om zeg maar aan te vallen. Ja, ik moet dat te verhalen. Ja. Dat onbalans, een klein onbalans creëert. Exact. En dan zoek je meteen in mijn centrum op en dan kan je verder, dus dan krijg je. Dynamisch aanvallen, dus dat je soepel bent. Dus ik val aan en draai ik daar, en dan draai ik gewoon mee eronder. Maar ik voel de kunst aan die kant op lopen, terwijl mijn aandacht omhoog gaat. En dat is eigenlijk deze manier van vallen. Zo laag, hoog, en ik kan doorlopen. Ik kan gewoon mijn val maken. In plaats van laag, hoog, ik ga stilstaan en ik val achterover. Je zult zien dat terwijl ik omhoog ga, gaan mijn voeten door, waardoor ik val laag, hoog. En die combinatie maakt het heel makkelijk als ik jou ga volgen. Dus eerst dat je die van voren komt naar je toe. Yes. Nou, wat doen we? Yes. Yes. Dan gaan we hier. Als je dan doorgaat, dus naar je kin komen, draai je kwartslag door en naar beneden omhoog. Ja. Nu richt ik op je hand, dus nu ga ik op je arm zitten. Ik probeer dat in te brengen. Ja. Yes. Oh ja? Ik kom mooi, jij was nu de dirigent en ik was de muziek. Dus, boom, boom.
Maar ook weer... Ja, je durft hem eigenlijk te nemen. Ja. En van voelen, verzamelen. Ja. Het is net zo'n raket, als hij gaat lanceren. Toevallig deed ik gisteren Pictionary. Als ik raket teken. Dus de raket, die is ook niet zo, die staat hier ook aan. Boom. Dan zie je van... Tot hij genoeg stuwkracht heeft en dan begint het op te stijgen, zeg maar. Nou ja, dat denk ik dan nu aan. Nee, je mag... Dus even het perspectief, Kotai. Aanbieden staan van statisch begin. Is het leuk? Voor je zin, man. Hier. Naai. Recht naar beneden. Recht omhoog. Stap opzij. En daar zo. Juntai, precies hetzelfde, maar zonder stoppen. Juntai, ongeveer 2 meter. En dan verandert die ook weer aan. En dan kan je weer dat ritme erin brengen waar we steeds mee aan het spelen zijn. Dus de Juntai manier van bewegen. Ja. En dan gaan we gewoon. Ik heb het niet verwacht.
mooi. Ik was weggelopen, dus ik moest je ophalen. Ah ja, ja, mooi. Ik viel me op. Ja, ik denk, oh ja, dat hij is in de kamer. Ja, ja. Goed dus. Dat je me ophaalt, dat jij het echt creëerde, het initiatief. Maar om dat te gaan erachter, ik zit hier dichterbij. Ik kan het best niet. Ik heb ook een wachtje lang. Hij brandt niet veel bot. Aan het eind, als ik daar wil blijven gaan, wil jij op je terugkomt. Ja. Dan komt ik een soort korter contact. Dus jij kan al eerder. Ja, ja. Ik kan vanaf dichterbij op je precies. Komen. Ja, ik dacht net al, het zijn ze zei van baby en dan komt hij zo'n kruidje en dan blijf je niet gaan. Zo lang stuur je liefde. Ik ben niet aan jou. Ja, want maar zelf eigenlijk. Ja. Nee, zo zeg maar hier. Ik wil nog niet zo aanvallen. Hier, want hier, we zijn er op te laden. Want... Ja. Dag is hetzelfde. Ze komen met hun eigen benen te staan. Dat betekent die komen ook weer. Launchen, zeg maar. Ja. En dan weer wel weg, ja. Maar omdat ik dus erbij ben, heb ik ook niet gezond. Eigenlijk. Ja. Als ik in controle blijf, zeg maar. Ja, dan kunnen we ook langzaam. Ja, want dan moet ik ook langzaam. Dat ook. Ik ga gelijk zitten groeien. Ik rem het gewoon gelijk, zeg maar. Ja. Dat zie je ook wel eens, dat ze dan dit doen en dat je vast zit. Ja, ik voel wel, ik remde daar, maar die is echt heel gevaarlijk. Ja, nee, dat is het. Dat is natuurlijk. Dat is het dan. Ik kan op de as, zeg maar. Ja, nu is het weinig. Ik moet gewoon met op. Ja, ja. Maar dan nog, hoe kom ik op het einde zo van... Ja, precies. Nee, dat is... Ja, wat zou je beletten om dan toch in de studio te vallen? Ja, dat wordt heel zacht. Ja, dat is niet best ideaal, maar als je maar zo... Ja, soms zie je wel. Dat gewoon echt een sunshine en zo. Je kan echt wat afblok. Ga je echt een zwakte creëren, ja. Ga je iets bloot opengeven, niet opengeven. Ja, dus dan klopt jouw eindpositie wel. Ja, sorry. Ja. Kan ik bij de zien. Of als ik nog een keer kom, dan ben je. Ja, dus ik moet me hier opengeven. Dat is niet. Ja, dat is gewoon een die groep, zeg maar. Dat is gewoon mooi. Ja, en dan weet je ook, ik kan aanvallen. Ja. Ik kan ook denken. Ja, klopt, ja, wel. Nee, daarom. Ja. Maar goed, gefixeerd. Ja, dat is wel. Niet teruglopen, maar gaan we hem halen uit beneden. Ja, deze is wel gevaarlijk. Ja, dit is dus hoog, ik ging maar lager zitten. Dat vind ik dat je moet gewoon... Maar jij zegt, deze is gevaarlijk voor mijn been. Ik ga nu die hele lijn pakken van jou, want ik moest wel een dier is iets lager zitten. Nou, het centrum zeg maar, het is niet alleen hier mijn armen, maar alles. Dan denk ik van ja, als ik iets ga doen, ik voel dat jij nu bent, zeg maar. Ja. Zoals ik nu wat ga doen. Ja. Zodat je ruimte laat, dan weet ik. Ja, ja, zie je? Ja. Ja. Dus het is ook voor nagels kennen waar is nog weinig voor op hoog, ik ben niet wat is het. Ja, een hele afstand. Ja. Nee. Ja, dit is toen weer gedaan door je. Waarschijnlijk niet. Ik voel... Ja. Ja, nou, oh, dan ging je weg in de baan. Ja, ik voel gewoon eens als ik dit doe, ben ik hier of niet uit. In die filmpjes dat ze zo staan, maar dat ze niks kunnen doen. Dat is heel kwetsbaar. En de andere is gewoon van mij. Het zit heel erg zo aan. Het oefent ook. Ik ben heel erg op jou, maar er is een hele wereld om mij heen. Dus echt gewoon alles. Ja, precies. Je bent nu al aan het. Niet wegtrekken, maar je aanval was ja. Zo. Maar niet dit pakken, maar mijn as. Als ik iets doe. Ja.
Ja, dan ben ik gewoon kwetsbaar. Ja, dat staat duur tegen mij nu. Ja, dat is wel lekker. Je zit ook naast. Ja, dat moet van de hand zijn. Dus als ik hier denk ik dat hier van jij valt naast. Ja. Maar wat ik zeg is dus proeven dat je alles aan mij kan. Ja, dat denk ik wel. Het zou mooi zijn, papa. Achteruit stappen. Dat je niet waar dat alles is. Van H. Dus dat bedoel ik meer. Ik ben nu zo druk daarmee bezig. Ik ben de laatste keer voelde ik, oh ja, het is alles. En, dan, en doordat ik al overal ben, kan ik ook makkelijk heel erg. Ja, maar dan ga je een verhaal als de virus aan. Dan leg ik hier een lijst van gezondheid. Het is meer gezondheidsprincipe. Ik las een liefde blijven sturen. Ik moet zo wel laten opstaan. Dan heb ik het gevoel dat ik mijn verhaal ook tijdens uitmaak. Ja, precies. Nou ja, oké, ja, dat gaat weg, ik ontspan gewoon. Dat is prima. Een beetje in de ruimte laten. Met het gevoel. Kom je ook nog doen? Ja. Ja, ik word heel zacht in ontwaken. Ik wil jij niet meer aanvallen. Ik wil het echt ontspannen gewoon. Ik ben een beetje, dat gaat weg bij mij. Ja, dat is ook de energie die je nagestuurd. Ja, precies. Ik heb het bij jou zoeken. Zo'n bak.
Zeker aan het einde. Ik val en je hebt ook gewoon super procent van baken van iets. Ja, stabiliteit van een goede positie. Ja. En ik zie je langzaam juist ook verdwijnen dat ik val en het voelt gewoon aan het eten. Juist als je een auto kan geven, dan heeft dat effect ook een smaak. Oh, ja, ja, zo is het misschien. Ja. Aanval. Dat was mijn taak. Nee. Nou, we zijn net begonnen. Kijk, de volgende lijkt heel erg de Shomanuchi Pokinaga of Illuminaga. Dat is eigenlijk hetzelfde als wat we net deden, alleen de aanval is anders. Dus het is de Shomanuchi. Kan je ook doen, een aanval, meestal komen mensen bij jezelf aan. Zo. Dat is iets anders dan dat je laat. Ja. Dat is wat we weer net deden. Vallende steen. Niet zo van ik til de steen en die probeer ik op je hoofd te leggen, zeg maar. Ik gooi hem omhoog en je gaat zo door je heen. En de techniek is zelf ook. Dat is eigenlijk hetzelfde, alleen de aanval is anders dan zo ziet. Ja, ja. 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 En wat is dat voor verschil? Er was nog geen ruimte voor mij op te staan. Oh, yeah. En ik dacht alleen maar helemaal aarde. Ik was niet met mij bezig, maar er was nog geen ruimte. Grappig, hè? Om iets te doen ook. En dan misschien. Ja. Nu, een minuut later. Ja, ja. 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 We waren aan het testen eigenlijk, als je bezig bent, toch snel zit je in die dimensie van jij en ik. En zijn ze wel eens uitgelegd van net als symbool van het kruis, zeg maar, in de kerk. Je hebt een hele grote die zo is, zeg maar, dat is je helemaal aardeas. Dat is de belangrijkste verbinding. En dan heb je kleinere die zo gaan. Dus we zijn wel in verbinding met elkaar, maar voor mij is die het allerbelangrijkste om die te houden. Mijn eigen verbinding met het leven, met de aarde. Omhoog. Ik was natuurlijk ook weer heel erg mee bezig. Aan de achterkant omhoog, aan de achterkant omlaag. Ja. En dat is waar je stabiliteit uit haalt. Onder andere, ja. Stabiliteit is voor je balans. Maar dat brengt je ook in een andere staat. Mijn hersenen komen niet van ik ga met jou iets doen. Want ik blijf heel erg in die staat zitten, zeg maar. Ik verbind wel, maar ik blijf mijn belangrijkste is hier. Wel snel zit je het zo, zeg maar, gaan wij samen en dat is toch een beetje roofdieren gericht op elkaar en dan, dat verandert een beetje voor mij. Dus als ik toch meer kijk van als jij komt, ik ga naar jou toe en dan probeer ik iets mee te doen, dan ben je toch een beetje daar naartoe gericht en minder dat ik dit voel. Maar als ik gewoon alleen maar, vooral als het belangrijkste dat hou, dan kom ik naar jou. Ik voel de verleiding wel, van om naar beneden te gaan, maar ik wil gewoon niet uit die verbinding. Mijn rol als leider, als nader, als begeleidend is om dat te laten voelen, die verbinding. Jij wil mij aanvallen, dus ik wil niet mee in die aanval gaan doen, om een beetje wrikken en vroeten en dan, dat is geen eitje, ik wil hem echt eruit halen. Soms denk ik wel eens, want het komt zo naar me toe en ik breng het gewoon zo. Ultiem uit elkaar, zeg maar. Ik haal die dualiteit die erin zit, die haal ik er helemaal uit, zeg maar. Zodat er na twee oneindigheden, dat je helemaal in die oneindige staat komt. En bijvoorbeeld als jij komt en je pakt een vast kruis links, je komt recht aan en je haalt gewoon twee kanten op. Ja? Je hebt gewoon helemaal, ik zakte naar beneden en ik ging omhoog. Dus jij wordt gewoon volledig versurfd. Dat is ook niet, maar. Zijn energie omhoog? En omlaag. Dus eigenlijk wordt hij eigenlijk niet aan en dan wordt hij helemaal optimaal gesplitst. Waardoor je dit gaat krijgen. Dan denk je aan, dus wordt gesplitst. Ja, precies. De pensionaar is heel goed te zien. De pensionaar is helemaal gesplitst, zeg maar, helemaal aarde, letterlijk bijna. Ja. Kan jij niet anders, want jij loopt gewoon helemaal. Je komt uit de land, zeg maar. Dus dat is meer fysiek. Ja, mooi.
en het spelen op zo'n manier te houden. Je kan zeggen, het is kanaal, maar je zit hier een martial arts, dat je alles ziet. Maar dat is een effect van dit. Het is anders dan dat je probeert mijn ogen kanaal mee te houden. Zin doe maar eens, als je zo richting je probeert alles te zien, zo in je periferie. Ja, dat is op zich ook wel een goede stand. En laat het dus los, dat niet doen. En dan ga je echt vanuit hier naar boven naar beneden. Echt naar twee kanten, zoveel mogelijk. Van eindig omhoog en eindig omlaag vanuit je as. Als je even let op je ogen, zie je het super kan mee, maar je bent echt aan het doen. Het is een gevolg van dat ik helemaal aardig ben, zeg maar. Voel je wat ik bedoel? Je bent niet met je ogen aan het kijken, maar je probeert het te doen. Nee, het is zo in die staat dat ik geen ruimte heb om naar jou te gaan kijken. Dus dan ga ik gaan kijken naar die ander, lukt het me niet meer om zoveel die twee kanten op te gaan. Het is heel fysiek dat je dat probeert, dus dat is zo niet. Ik laat jou in dat. Steeds met de vier in die kanaal. Is. Is. Ik zie je oké? Ja, maar ook. Ja, dat is niet helemaal. Dat is heel leuk.
Dus dat zo van die mensen. Hij gaat een beetje verloren. Ja. 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 Het stond uit uitdaging met langere programma's.
je bent het aan het opwekken wat je wil doen. Maar er zijn zoveel technieken dat je eigenlijk aan het eind meerdere technieken gaat doen in een korte tijd. Dat was slim dat je het vlak voor de marsklas doet, van zaterdag. Dat is eigenlijk natuurlijk een goede, ja. Je hoeft niet te komen hoor, maar het is wel dan gaan we even door. Nee, precies. Er zijn er zoveel. Nu de volgende is Code Geisje, dus wel met een showmanship aanval. Zelfs valt mee, maar dan tegelijkertijd is het hier. Dus die aanval, hup, zit hier in over die hand. Gewoon het spieren doen, hè. Oh. Ik ga midden en dan steeds als naar iemand kijkt, val je meteen aan met zilver. Ik zie van haar, van Mote en Oera.
vandaan moet, is die stap naar achter. Dus je hand is dan hier achter tussen zijn schaar. Een stapje naar achter, dan valt hij naar beneden. Ja.
kan zien, maar dat is het van hem zo op. Dan draai ik gewoon helemaal rondje. Ja. Ja. Dus hoe lang ze wel maakt, is maar in de toekomst. Ik pak hem op, dit is nog geen, maar dan moet je dus hier posten. En apparaat is dat ook. Moet je posten achter. Yes, dan heb je hem vast. En dan ga je instappen daar en doordraaien, doordraaien, doe ik zo. Ja. En dan heb je hem weer in. Apparaat en in voor de yes. Systeem, en ja, wat is het goed uit, nog verder doorgaan, dus. Ja, doordraaien. Dat je weer naar de andere kijkt, en maar ik doe mensen in het brieven, dus arts op zijn arts. Dat is dat achter me, dat is niet handig. Nee, dat doen we precies. Ja, dat doen we. Ja, doordraaien, die kan ook. En doordraaien moet je aan het kijken. Doordraaien door. Dus dat je doordraaien gaat vanzelf dit. Je moet zo zeer hier doen. Anders moet je aan het vast. Als je nu je voet in je heupen doordraait naar mij toe. Nog meer. Nee, we gaan niet. We gaan niet doordraaien. Dit naar mij toe. Ja, zie je. Zeg je. Dat is precies wat Tina net ook deed. Oké. Probeer het.
gaan, in het hoofd gaan, niet te vast als je eronder gaat zitten. Ja, dan kan hij. Zaterdag. Even kijken, volgens mij is er dan nog een kopje roos aan, misschien nog iets. Ruurt het door niet? Ruurt het maxi? Nee, dat is de tweede cue. Ah, oké. Wil ik nog een kopje roos daarna? Ik kan er ook meteen mee door, hè? Ja, eigenlijk wel, hè? Ja.
Spinoza. Ik kan ook voorstellen dat heel veel. Ja, zeker. Vandaag kijken we dus echt naar een beetje die dynamiek erin. Hoe krijg je dat erin? En ik merk bij mezelf ook dat sommige stukjes iets minder soepel gaan met die elementen. Dus dat is leuk om dat te trainen. Dat het overal weer erin komt. Je grondconnectie. Vanuit daar dat aanswellen. Je weet nu waar je naar zoekt, ja, maar dat het zo bewust opgezocht in het begin. En dan voel je erbij weer. Ja, dat voel je dan, hè. Ja. Het voelt al heel goed wat je doet allemaal en ook wat je aanpast als je een tip hebt. Het is wel grappig om te zien. Je ziet gewoon het derde Q-niveau zitten erin. Het is nog een beetje onwennen van, oh, ik ben nu op dit plateau, maar je weet je daar echt heel makkelijk te handhaven. En daarin zie je dat je gewoon aangekomen bent. En nu is het dan wel in slijten in al die vormen die we doen werken samen. Ja. Je moet ook nu even kijken naar de IQ's en de IQ's en Sankyo en. Voelt het allemaal goed. Een hele ervaring zou ik zeggen, maar je moet ook wel eens zoeken. Ja, dus het is mooi materiaal. Kijk, we waren vorige keer met Dan bezig, maar die gewoon Jochem en Showman, Jochem en Monatski. Zo makkelijk. Het zijn er maar drie, maar allemaal heel veel uitvoeringen en wat langer misschien, maar nu hebben we tenminste allemaal verschillende. Ja, dat is twee is allemaal leuk en dan nog meer. Dit is ook allemaal geweldig. Hoe vond je het zelf gaan? Zo met toe. Ja, gaaf. Als ik nou helemaal niet gegroeid was en zo, dat deed ik niet. Als ik naar de oorlog was, dat een beetje krijg. Ja, het rust en ontspanning. Ik kan op de handen blijven zitten. Het centrum zijn er zoveel mensen. Ja, je weet wel wat over. Ja. Dan ken je dat ik zeg, je bent op dat plateau aangekomen, je bent nog een beetje aan het rondkijken, waar ben ik nu? Ja. Maar je bent er wel, denk ik. Het is geen abracadabra waar je in staat. Ja. Dan zie je van jou, dan zie je de kiel, vaak de kiel. Dus het is gewoon een kwestie van een aantal keren in lessen gewoon goed aan en aan het studeren. Ja. En die kunnen mensen wel even goed moeten begeleiden, dat er goed in zit allemaal. Maar misschien weet je het ook wel, best wel veel. Heb jij wel Sankyo gedaan? Arigato, gozaimashita. Dat is wel een beetje een beetje trainen. Ja, dat moet je eerst maken. Ja. Zo, Arigato, gozaimashita. Thank you.
fijne training. Ik kan het vertellen, ik moet het niet.